Elise Klaassen, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota heeft u een motie ingediend over toegankelijkheid tijdens werkzaamheden in de binnenstad. Kunt u dat eens uitleggen? Ja, er wordt ontzettend veel gebouwd. We hebben een grote bouwopgave. En dat betekent eigenlijk dat Almelo nog net geen bouwput wordt. En de afzettingen en de aanduidingen die rondom zo'n bouwplek zijn, zijn echt heel belangrijk. Juist ook voor mensen met een beperking of een functionele beperking. Dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat je in een rolstoel zit of dat je slechtziend bent of helemaal niet ziet. Dan is het wel nodig dat je gewoon een duidelijke aanduiding krijgt, zodat je niet ergens invalt of ergens niet langs kan of dat je helemaal moet omlopen. Ja, anders kunnen mensen best wel heel vervelend terechtkomen. Dat vraagt de nodige alertheid vanuit de gemeente. Wie moet daar zorg voor dragen? Nou, dat gebeurt in samenspraak, denk ik, met de mensen die daar bouwen. Want we moeten niet vergeten dat de mensen die aan de straat werken natuurlijk daar ook heel goed bezig zijn. Ze bouwen iets moois, ze maken onze stad mooier. Want wat is de achtergrond van deze motie? Nou, de achtergrond is dat ik gesproken heb met mensen met een beperking. Die bijvoorbeeld tegen een slechtziende mevrouw, blinde mevrouw moet ik eerlijk zeggen. Die tegen een bord aanliep omdat hij midden op de stoep stond. Dat er soms fietsen liggen op de blinde geleidepaden. Omdat die fietsen dan omvallen door de werkzaamheden. Of dat mensen gewoon fietsen laten vallen op de blinde geleidepaden. Nou ja, en dan struikelen mensen daarover. Wanneer moet een en ander zijn beslag krijgen? Wij hopen zo snel mogelijk, maar dat is aan het college wanneer ze dat gaan doen. Maar wij hopen eigenlijk dat dat eigenlijk meteen al gebeurt, omdat men nu al bouwt. De motie spreekt eigenlijk voor zich. Het zou eigenlijk onderdeel moeten uitmaken van het normale beleid. En toch is dat niet het geval. Nee, daar hebben wij ons ook over verbaasd. Als je kijkt naar Duitsland, dan is het zo dat men soms gewoon een complete straat afzet. Zodat mensen gewoon sowieso nergens in kunnen lopen of dat het mis kan gaan. Nederland is daar iets minder streng in, maar al krijgen mensen van de straat ook wel echt cursussen met zulke dikke boekjes waar ze precies aan alle verplichtingen moeten voldoen. Dus dat gebeurt op zich ook wel, maar het kan gewoon nog beter, het kan nog duidelijker. U pleit zeg maar voor een standaard procedure. Dat men er eigenlijk standaard rekening mee houdt dat onze stad toegankelijk blijft. Dat als je met een rollator loopt of met een rolstoel bent, dat je er gewoon dat er altijd een route is waar je die je kunt volgen. Ja. Kortom, in goed samenspel moet het lukken. Zeker, zeker. En ik merk ook dat de mensen die daar aan de weg werken daar ook heel erg toe bereid zijn. Want zij willen ook dat het veilig gebeurt. Dank u wel. Graag gedaan. Elise Keurig.